De deelnemende automobilisten kwamen uit het hele land. Een aantal zelfs uit Duitsland. Ze stopten met hun gepimpte auto's één voor één voor de deur om Marijn te feliciteren of om hem een cadeautje te geven. En dan lieten ze natuurlijk ook even zien hoeveel paardenkrachten ze wel niet bij zich hadden. En dat betekende gierende banden en knallende uitlaten. De jarige Job wist niet wat hem overkwam. Ja, ik vond alle auto's wel leuk en zo. En die knallen die ze deden, vond ik ook wel leuk. Moeder Jill Ram vond dat haar zoon een grote verrassing had verdiend, omdat hij zich ernstig zorgen maakt over haar gezondheid. Ze is vorig jaar getroffen door baarmoederhalskanker. Inmiddels is ze herstellende. Ik merk aan mijn zoon dat hij heel erg voor mij aan het zorgen is. En dat vind ik best wel moeilijk, want ja, het is heel lief, maar het hoort niet. En dit was voor mij nu wat ik voor hem kon doen. Zijn verjaardag, alles even om hem, dat alles even om hem draait en niet om mij. Ze deed daarom een oproep. Wie wil voor Marijn een optocht met auto's verzorgen? Daar werd gehoor aan gegeven. Is dit wat je wilde? Ja. Ja. Het is nog beter dan dat. Marijn is dol op auto's. Hij wil later zijn eigen garage starten. Hij had zich geen mooier cadeau kunnen voorstellen. Ja, tot nu toe is wel de beste verjaardag. En jouw moeder heeft dit bedacht, hè? Ja. Heel dankbaar. Een mooiere verjaardag had ik hem niet kunnen geven. Hij is een autofan. Hij heeft dromen. Hij wil later zijn eigen garage. Nou, wat u net heeft zien rijden, dat is wat hij wil maken straks. Dus ja, mooier kan niet.